Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote action shoplog. Namelijk laatst ben ik weer naar de action geweest. Ik heb deze keer niet een shop met mij gefilmd. Gaat er wel weer aankomen, misschien volgende maand. Maar ik wilde gewoon graag een keertje gewoon weer gaan en lekker snuffelen. Kijken wat er allemaal is. En er waren een paar dingen die ik echt nodig had. Sommige daarvan ga ik laten zien, andere die komen in een andere video. Ga ik nog niks over spoilen. Maar het zijn dus twee tassen goed vol met allemaal leuke action spulletjes die ik vandaag met jullie ga doornemen. Maar voordat ik dat ga doen, deze video is weer gesponsord door Y-Food. Jullie hebben mij al vaker horen praten over Y-Food. Wij eten zelf thuis dagelijks Y-Food. Y-Food is een snelle, makkelijke manier voor een maaltijd of snack. Ze hebben shakes, kant-en-klare to-go drankjes en bars. Het fijne is dus dat je gezonde maaltijd is waar je 0% moeite voor hoeft te doen. Dus daardoor echt super chill om bijvoorbeeld te drinken onderweg als lunch, op werk of school. Omdat je het gewoon 's ochtends in je tas gooit. En het is lekker makkelijk. Het is geen dieet. Het is echt een maaltijdvervanger. En ze hebben ook nog eens vegan opties. Nu nieuw hebben ze deze nieuwe smaak Peach Lassie naar me opgestuurd. Super benieuwd om deze te gaan uitproberen. Het klinkt in elk geval al heel erg lekker. Ik ben namelijk met snoep en ook qua fruit gewoon heel erg fan van de smaak van persik. Ik eet het best regelmatig. Dus ik heb heel erg veel zin om deze uit te proberen. En ook hebben ze taste pack classic drinks naar me opgestuurd. Hierin krijg je 5 maaltijddrankjes. Is vooral heel handig om bijvoorbeeld als je Y-Food voor de eerste keer wil uitproberen om te kijken welke smaak je het lekkerst vindt van de classic lijn. En dan kan je die bijvoorbeeld los bestellen daarna. In de beschrijving zal een linkje hiervan staan direct naar de website. Plus ik heb weer een 10% kortingscode voor jullie. Met de code NOEL10 krijg je 10% korting op je bestelling. Super bedankt weer aan Y-Food dat ze met me wilden samen werken. Ik geniet er oprecht heel erg van. Zoals ik al zei, wij drinken het hier dagelijks thuis. En ook echt de bars, mega fan van. Dus het is echt een bedrijf waar ik zelf heel veel plezier uit haal. En daarnaast super leuk vind om iedere keer mee samen te werken. Dus super bedankt aan Y-Food. En natuurlijk ook super bedankt aan jullie. Want als jullie mijn video's niet zouden kijken, zou ik ook niet zulke toffe sponsors hebben. Met dat allemaal gezegd hebben, voordat we in de action tassen gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu uit de tas gaan pakken. Als eerste, en hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik zag nu namelijk deze dierenvoerbox, noemen ze het volgens mij. Hij is 4,1 liter. Ik vond het ook gewoon een goed formaatje. En ik vind vaak als je zeg maar zo'n box koopt voor de brokken van je huisdier, zijn ze niet zo mooi. In de zin van, dan zitten er allemaal afbeeldingen overheen van random honden en katten. Wat natuurlijk schattig is, begrijp me niet verkeerd. Maar het is gewoon niet echt mijn ding persoonlijk. En nu zag ik gewoon deze. Deze hadden ze in 2 kleuren opties. Deze meer bruinige tint. En ze hadden een grijze optie. Aan de bovenkant heeft het een klepje zitten met silhouet van een hond en een kat. Klik je open en ja, dan kun je zo gietend het eten erin doen. Natuurlijk kun je ook gewoon de hele bovenkant open doen als je dat wilt. Heel erg tof. Heel erg simpel. €2,99. Daarvoor vond ik hem heel leuk. En eindelijk gewoon een basic en goed formaatje. Dus deze hebben we meegenomen. Dan ook voor €1,59. En hier was ik echt super aangenaam door verrast. Ze hadden namelijk allemaal nieuwe ringen uitgebracht. Komen op zo'n rond schijfje. En de eerste die me gelijk opviel, die ik niet kon achterlaten, was deze. Vooral de slang ving ik als eerste op. Ik hou altijd heel erg van ringen met slangen erin. En ja, eentje dubbel met een groen steentje erin. Het zijn gewoon allemaal kleine, subtiele, gouden ringetjes. Heel, heel erg leuk. Deze hele set waren gewoon allemaal ringen die ik zou dragen. En ze waren dus maar €1,59 voor 6 ringen. Dat is echt heel erg budget. En daarvoor vond ik ze echt heel erg leuk. Ze hadden trouwens ook zilveren opties als je niet van het goud bent. En nog veel meer dan de 2 setjes die ik jullie natuurlijk nu ga laten zien. Maar zeker het bekijken waard, die nieuwe ringen. En de tweede, ik moet zeggen, de grote ring hiervan vind ik niet zo mooi. Die heeft een rondje met een roos. Dat is persoonlijk niet wat ja, ik zou dragen. Maar de andere hierin vond ik allemaal heel erg mooi. Die hebben allemaal een kettingachtig effect. De bovenste 3. En gewoon vrij simpel wederom weer. Dus de rest, de andere 5 zou ik wel dragen. Nu moet ik wel zeggen, de maten ben ik een beetje benieuwd naar nog. Want ze hadden alleen S/M en L/XL. Er was niet zeg maar M/L. Dat bestond niet. En ik heb nog nooit ringen gekocht bij de Action. Dus ik heb maar de LXL gedaan. Ik ben misschien een beetje bang. Ik heb niet de grootste handen. Maar ik vind het ook wel fijn als ik zo om de middelvinger kan dragen. Dus ik was een beetje moeilijk aan het doen in de winkel. Maar ik hoop
dat het de goede maat is. Het was even proberen. Dit is een eerste keer, dus we gaan het zien. Dan ook bij de sieraden zag ik dit. Volgens mij is dit een armbandsetje van 3. Maar mij leken deze heel erg leuk om als enkelbandjes te dragen. We krijgen eentje met een hele simpele schakel onderaan. Die vind ik echt heel erg leuk. Daarna krijgen we er eentje met een rood, groen en blauwe steentjes erin. Voor de rest dus ook weer simpel goud. En ook weer een soort schakelachtig de bovenste. Zijn allemaal vrij simpel, maar ik dacht heel leuk als enkelbandjes. Dus ik ben van plan om dat op die manier te gaan dragen. En zo te zien zijn ze daar ook gewoon groot genoeg voor. Want aan de achterkant, wat ik ook heel fijn vond, kun je zien dat ze allemaal los van elkaar zitten. Ze hebben gewoon een normale sluiting. Dus daarvoor vond ik deze heel erg leuk. En deze werd ook verkocht voor 1,59 €. Dan voor 1,99 €. En deze vond ik echt prachtig. Ze hadden hier 2 opties in. En dat was zeg maar het verschil dat ze dan verschillende onderwerpen erin hadden. En dit was de Let Your Dreams Be Your Wings. En alles is dus een beetje in het thema van vlinders, bijtjes, van alles en nog wat zit erin. Deze is prachtig voor 1,99 €. Niet alleen is het dus echt gewoon een boek. Er zitten 80 designs in. En het is echt een hardcover. En wat erin zit is gewoon prachtig. Toen ik deze opende dacht ik echt holy hell. De pagina's zijn ook best wel dik. Het is gewoon kwalitatief echt een insane boek. Ik zou zeg maar niet verbaasd zijn als het bij een boekhandel zou liggen voor 15 à 20 €. En hij was dus maar 1,99 €. Helemaal onder de indruk. De andere die ik zag liggen bij mijn Action was in het thema meer van bloemen. Maar zoals jullie weten, ik ben echt dol op dieren voornamelijk. En ook heel erg van vlinders. Dus toen ik deze zag, ik wilde deze gewoon heel graag hebben. Ik ben normaal niet echt van de kleurplaat tekenen. Maar de laatste tijd doe ik dat iets meer. Omdat ik merk dat dat gewoon wat rust biedt. Gewoon een beetje doelloos tekenen. Zeg maar, voorheen deed ik altijd gewoon zelf dingen tekenen in plaats van inkleuren. Dus, maar dit is wel heel rustgevend. Je hoeft niet over na te denken. In plaats van als je zelf tekent, ben je zeg maar meer bewuster mee bezig, als dat logisch klinkt. Maar ja, in elk geval insane voor 1,99 €. Deze zijn een mega aanrader als ze bij jouw Action ook hebben liggen. En dan, dit is wat van de duurdere dingen die ik heb gekocht dit keer. Voor daarbij heb ik deze 2 potloden sets gekocht. Dit waren de enige 2 kleurenopties die ik zag staan en die ook op de voorkant op de afbeelding staan. Ik heb geen idee of dit wat is, maar ze zijn 4,99 € per stuk. Als eerste heb ik dus de groen-blauwe variant. En er staat op 44 colored pencils, nieuw stackable storage box. Dus als het goed is, kun je die andere dus er perfect op klikken. En dan ja, kan je ze op je bureau laten of whatever, waar je wil. Kun je ze netjes opbergen en er zitten dan 4 laadjes in. En in deze zitten dus voornamelijk groen, blauw, grijs en zwartige tinten in. Dus dat is de eerste die ik heb gekocht voor 4,99 €. En dan de tweede variant. En deze heeft iets meer kleurverschil er wel in zitten. Dit is dus ook een 44 colored pencils laadje. Die je als het goed is dus bovenop die ander kan zetten. Hierin krijg je 4 laadjes met geel, oranje, bruin, paars, roze, oranje. Ja, je krijgt gewoon best wel wat kleurtjes hierin. Wat meer dan die groen en blauwe. Maar ik ben hier wel bij benieuwd zeg maar, of je kleuren gaat missen. Of dat het echt zeg maar alle benodigde kleuren zijn die je nodig hebt. In elk geval waren dit de enige 2 opties die ze hadden. Dus die heb ik meegenomen. Dus voor 10 euro. Heb je 2 van die laadjes, wat ik heel erg leuk vind. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb hier nog niks over te zeggen, omdat voor mij de eerste keer is dat ik dit heb gekocht. Maar mocht je nou ervaring met deze potloden hebben, laat vooral van je horen in de reacties. Ik denk dat andere abonnees dat ook interessant vinden om te horen. Ik ook. Ik ben benieuwd om deze uit te gaan proberen. Dan voor daarbij heb ik gelijk weer even een puntslijper meegenomen. Ik moet er genoeg hebben, maar altijd als je ze nodig hebt, kan je ze nergens vinden. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar dan heb ik mijn gummen en puntslijpers. Vandaar deze even meegenomen. Dit is een 4-in-1 puntslijper voor een 8 en 10 mm en een 7 en 11 mm. Deze kwam in allemaal verschillende kleurtjes. Blauw, zwart, groen, rood volgens mij ook. En ik heb natuurlijk weer de roze meegenomen. Als iets een roze optie heeft, neem ik altijd roze mee. Dus ja, en wat ik heel fijn aan deze vind, het afval gaat natuurlijk hier gewoon in, wat fijn is. En daarnaast heeft hij ook echt van die beschermklepjes. Dus daardoor kan het ook niet per ongeluk via die weg eruit vallen, wat ik heel prettig vind. Want ik teken ook vaak graag op de bank. En om diezelfde reden, voor 49 € nam ik deze set van Office Essentials Erasers mee. Hier krijg je dus gelijk 4 stuks in. Zijn gewoon heel erg budget. Dus ja, ze hadden wel leukere en fancyere opties. Maar ik dacht, dit is gewoon prima. Het moet gewoon gummen.
Dus daarvoor ook deze meegenomen. Niet heel spannend, dus ik ga er niet te lang over praten. Maar wel heel fijn dat zulke dingen ook gewoon bij de Action wordt verkocht voor een heel klein prijsje. Dan ook had ik wat nieuw inpakpapier nodig voor mijn neefje en nichtje. Dus als eerste heb ik deze prinsessen inpakpapier gekocht. Ze is de laatste tijd helemaal into de prinsessen. Dus hier overheen krijgen we Ariel, Aurora, eigenlijk iedereen. Ook wat nieuwere prinsessen zitten erop afgebeeld. Vond ik gewoon heel erg leuk. En het Disney inpakpapier is maar 59 cent bij de Action. Ze hadden nog meer Disney prinsessen opties. Ze hadden ook van Elsa, Frozen. Maar ik dacht, ik neem dit keer deze mee. Vond ik heel erg leuk. 59 cent dus maar per rol. Ook 59 cent per rol heb ik deze voor mijn neefje meegenomen. Deze is rood. En hier krijg je eigenlijk gewoon de hele Mickey Club overheen. We krijgen Donald Duck, Mickey, Katrien. Volgens mij had ik ook ergens Goofy gezien. In elk geval, al die figuren zitten er overheen. Ook 59 cent. Dus dan kunnen we weer even vooruit. Heb ik weer 4 rollen voor de kleine kindjes in pakpapier. En de laatste die ik heb meegenomen, deze vond ik heel erg leuk. Ik vind sowieso dat de Action altijd hele leuke opties heeft qua unisex, wat gewoon voor iedereen kan. Deze waren 77 cent per stuk. En het zijn gewoon simpel wit met allemaal zwarte verschillende vormpjes. Strepen eroverheen, alsof iemand met een kwast eroverheen wat streepjes heeft gezet. Vond ik gewoon heel erg leuk. En zoals ik al zei, lekker makkelijk. Kan gewoon altijd voor elke gelegenheid, voor iedereen. Dus daarvoor ga ik ook altijd even naar de Action. Dus daar heb ik ook 2 rolletjes van meegenomen. Dan voor 4,95. Eindelijk, als je mijn Shop met mijn video's hebt gekeken, dan weet je dat ik de hele tijd dit marmeren plateau in mijn handen had. Maar bij mijn Action in elk geval hadden ze iedere keer alleen de grijze en zwarte opties. En dit keer ging ik en zag ik er eentje in het wit liggen. Ik was erop aan het wachten, want deze lijn hebben ze ook theelichthouders en nog iets anders. En dan had je ook wit marmeren opties. Maar die kregen iedere keer niet in het plateau en nu eindelijk. Ik ben hier zo freaking blij mee, want ik wilde deze heel graag voor onze nieuwe badkamer. Want ik denk dat het daarvoor echt geweldig is. Dat je hier zo op tandenborstelhouders zet en zulke soort dingetjes. Dat het gewoon wat mooier display staat op je badkamermeubel. Daarvoor perfect. En het is dus gewoon echt steen voor 5 euro. Nu moet ik wel zeggen, normaal gesproken dus is het wel altijd even dus zoeken. Omdat het echt steen is. En als ze verschillende opties hebben. Nu had ik geen keus natuurlijk. Er was er maar één. Maar ik vind hem ook heel erg mooi. Maar normaal gesproken kan je er dan natuurlijk altijd even tussen kijken welke je de mooiste optie erin vindt. Want omdat het echt steen is, hebben ze natuurlijk andere vormpjes, vlekjes erin zitten. Allemaal zulke soort dingen. Maar dit is echt een aanrader. En hij heeft trouwens ook anti-slip aan de onderkant zitten. Mocht je dat boeiend vinden. Maar voor de badkamer of iets dergelijks. Ik zeg maar dingetjes. Daarvoor is het wel echt heel erg mooi. Dus ja, super excited. Ik liep er eigenlijk eerst langs. En ik zag het in mijn ooghoek en dacht, ze hebben een witte, dus ik heb hem gelijk meegenomen. Heel erg blij mee. Dan voor 2,62. En deze vond ik heel leuk. En hier heb ik ook een plan voor in ons nieuwe huis. Deze was onderdeel van de nieuwe hairspulletjes. Ze hebben nog een klein beetje. Toen ik ging was nog zeg maar niet alles er. Maar ze hadden deze bladeren in het goud en zilver. En hij valt zeg maar echt als een kommetje. Dus bijvoorbeeld heel erg leuk om je sleutels in te doen en zo. Of kleine dingetjes. Bijvoorbeeld als ringentreetje op je nachtkastje. Kastje of zo. Daarvoor is het echt heel erg leuk. Deze was dus 2,62 euro. En daarvoor heel erg tof. Ik vind dat dit gewoon het hele jaar rond kan. En ik heb dus helemaal al een plan voor deze. Maar dat gaan jullie wel zien in de toekomstige verhuisvideo's en inrichtvideo's en zo. Maar voor dat geld vond ik hem echt perfect voor wat ik in gedachten had. Dus ja, ik ben sowieso trouwens heel erg excited over de nieuwe Action hairspulletjes. Ik hoop dat er snel meer komen. Ik ben persoonlijk echt dol op de herfst, dus ik kan niet wachten. Maar ja, dit is echt eentje die ik heel erg tof vond voor dat geld. Dan voor 3,99 heb ik dit opbergboxje gekocht. Het is van Mango Hout. Bij deze geldt dus ook lekker tussen kijken, want ze hebben allemaal andere nerven en dergelijke erin lopen. Ik vond deze persoonlijk heel erg mooi. Heeft dan een sluiting die je gewoon simpel openmaakt aan de voorkant. En dan is het gewoon een opbergbakje. Eigenlijk was ik gewoon op zoek naar een hele basic van meer zo'n knutseldoosje, zeg maar. Want laatst, zoals jullie hadden kunnen zien in een van mijn laatste vlogs, gingen we naar Zeeland een dagje. En daar heb ik allemaal schelpjes verzameld. En die had ik verzameld om zo'n doosje helemaal mooi te gaan maken. Nu moet ik wel zeggen, ik denk niet dat ik genoeg heb voor deze. Ik was eigenlijk meer op zoek naar zo'n klein knutseldoosje. Dan had ik hem helemaal rondom kunnen doen. Maar ik dacht bij deze, deze is echt van het wonen en is al gewoon een mooi doosje op zich. Dus ik dacht, misschien kan ik dan alleen de bovenkant doen. Dus daarvoor heb ik deze gekocht voor
voor €3,99. Heel erg leuk. Ook gewoon een leuk opbergbakje sowieso vind ik. Ik vind het heel mooi uitzien voor dat geld. Dan voor €12,95 kreeg ik deze opgestuurd van een abonnee via Instagram. Ik weet even niet je naam. Sorry daarvoor. Maar wel een hele goede tip. Zij vroeg of ik deze wilde uitproberen in een mooi of zooi video. En ik dacht ook gewoon, dit is top. Want dit is iets wat ik ook gewoon echt zelf zou gebruiken. Dit is namelijk de Electric Balloon Pump voor latex balloons. Maar in ieder geval ben ik wel echt benieuwd naar. Het is dus een klein blauw apparaatje. Staat easy to use. Easy and fast inflation. Easy to carry. Easy to store. En wat ik vooral ook heel tof vond. Deze heeft gewoon een stekker als het goed is. Dus ja, deze gaan we uitproberen. €12,95 dus voor zo'n elektrisch apparaatje niet duur. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Als het wat is, dan ga ik hem ook gewoon echt gebruiken. Voor als we weer een feestje geven. Bijvoorbeeld met Halloween hadden we best wel wat ballonnen. Of voor een Instagram foto of zo. Daarvoor is het wel heel erg fijn. Vooral omdat ik ben iemand die geen ballonnen kan opblazen. Ik weet niet of er meer mensen zijn die dit kijken die dat ook niet kunnen. Ik schaam me er altijd een beetje voor. Maar ik krijg het gewoon echt 9 van de 10 keer niet voor elkaar. Heel soms krijg ik eentje. Ik kom zeg maar niet voorbij dat punt dat hij uitzet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar in elk geval. Dus daarom zou dit heel handig zijn. Want vaak als we ballon nodig hebben. Dan blaast Lux allemaal op. Omdat ik het niet kan. En ik heb wel zo'n handpompje van de Action. Maar die gaan heel snel kapot. Dus ik ben benieuwd of dit de oplossing gaat zijn. Ik ga het in elk geval filmen. En die komt dan binnenkort in een mooi of zooi video. En dan ook gelijk voor die video bij passend om te gebruiken. Heb ik deze ballonnen gekocht. Dit zijn de balloons. Chrome Rose Gold 15 keer. Ik vind het eerder roze dan echt Rose Gold. Ik heb deze vaker gehad. Zijn heel erg mooi. €1,59 dus per 15 is niet duur voor specialere mooie ballonnen. Maar deze heb ik dus erbij gekocht om specifiek te proberen samen met die ballonopblazer. Want dit is een beetje de look van de ballonnen die ze ook op de voorkant hadden gedaan. Dus ja, deze gaan jullie dan ook voorbij zien komen in die video. En deze komen trouwens ook in het zilver, goud en een beetje een blauwige kleur. Sowieso een aanrader als je nog op zoek bent naar ballonnen, want ze zijn echt heel erg mooi. Dan voor €1,76 en dit is echt een mega aanrader, hebben ze deze box nu nieuw met 20 kaarten erin. Met een envelop. Ze hadden hier verschillende opties in. Uiteindelijk ben ik voor deze gegaan omdat deze als enige zeg maar niet ook It's a Boy, It's a Girl kaart heeft. Hij heeft wel één voor als je een babytje verwacht. Maar ik vind dat It's a Boy, It's a Girl, die gebruik je bijna nooit. En als iemand in verwachting is, is het beter, fijner als je een beetje unisex kaart hebt. Want dan weet je zeker dat je hem gaat gebruiken. Dus vandaar dat ik uiteindelijk deze met de lila verpakking had gekozen. Dat is de enige die die kaarten er niet in had zitten. De voorkant, de eerste is heel erg leuk. Die is roze met goud met Let's Party. Krijgt een cupcake. Happy Birthday. Een pakketje met ballonnen. Happy Birthday to you. Die kan ook gewoon lekker voor iedereen. Heep Hooray hebben we met een giraf. Ook weer confetti. Happy Birthday. Een thank you kaart. Wat ik heel tof vond. Met een soort ijsje van bloemetjes. Eentje met gewoon hartjes. Birthday Party. En we krijgen dus Baby in Progress met roze en blauw. Dus dat kan gewoon lekker voor iedereen. En With Love. Echt hele toffe kaart voor €1,76. Hoor, 20 kaarten. 20. Dat is echt keiveel. Dus ja, dit is echt een aanrader. Ik ben sowieso heel erg fan de laatste tijd van de Action kaarten. Ze doen leuke dingen. En gewoon belachelijk goedkoop. €1,76. Met enveloppen. 20 kaarten. Zeker het bekijken waard. Die andere waren dus ook echt heel erg leuk. Zaten ook hele leuke in. Maar puur voor de babykaarten had ik uiteindelijk deze gekozen. Dan voor €0,99. En ik werd zo enthousiast. Ik heb deze als het goed is al gedeeld op mijn Instagram stories. Toen ik daar zo was. Ik weet niet zeker of ik het nog gepost had. Maar anders doe ik het nog even. Maar kijk hiernaar. Ze hebben eindelijk Disney maskers van Stitch en Angel. Ik vond dit echt geweldig. €0,99 per stuk. Die van Stitch is een facial sheet mask. En heeft dus hetzelfde patroon eroverheen zitten. Wat je op de verpakking ziet. Moisturizing facial sheet mask. Enriched with watermelon. Dus deze is dus watermeloen geurtje. En de andere met Angel. Zo freaking cute. En deze heeft dus een oranje design. Zoals de verpakking op het masker zitten. En deze is een relaxing facial sheet mask. Enriched with peach. Nou, die klinkt heerlijk. Ik hou altijd heel erg van de persik smaken en geuren en zo. Dus ja, ze hebben ook echt een andere werking. Allebei €0,99. Ik heb heel veel zin om deze uit te gaan proberen. Ik werd gelijk helemaal happy toen ik dit zag. Jullie weten hoe dol ik ben op Disney en op Stitch. Dus ik vond het wel heel leuk naast de Disney prinsessen dat ze nu ook deze sheet mask hebben. En de verpakking is in elk geval echt 10 uit 10 vind ik. Dan ook voor de zekerheid bij de kleurboeken had ik ook deze meegenomen. Want dit is namelijk de Big 24 stuk pens.
pretzels. Je krijgt er dus 24 in voor €2,89. Is niet duur. En ik weet gewoon dat ik deze prettig vind. Nu moet ik wel zeggen, deze liggen niet bij de kleur supplies. In elk geval niet bij mijn Action. Deze kan je alleen vinden bij de kinderafdeling. Maar ik weet gewoon dat ik deze sowieso chill vind. Dus als die andere potloden niks zijn, heb ik dan gewoon nog een optie. Zeker als ik zin heb om te kleuren en ik merk van, nou, dit werkt niet. Vind ik het wel prettig als ik dan gewoon door kan gaan. Dus vandaar deze voor de veilige optie erbij gedaan. Omdat ik weet dat ik deze toch heel erg fijn vind. Dan ook voor 89 cent. Deze vond ik heel leuk. Dit is het enige wat ik dit keer qua meer de schoolspullen, kantoorartikelen heb gekocht. Dit is de Ballpoint Blue Writing Pen. Ik vind de verpakking ten eerste echt gewoon super cute. Met al die bloemetjes. Roze pen die je zo twist om open te draaien. En dan is die goud. En dan heeft die bovenop een bal zitten. Die er heel mooi sparkling en cool uitziet. Met zo'n holografisch laagje eroverheen. Ben hier heel erg benieuwd naar. Ze hadden hier verschillende kleurenopties in. Is natuurlijk niet duur. En ik vond hem daarvoor echt heel erg leuk. Dan ook nam ik weer wat haarelastiekjes mee. Zijn 99 cent allebei per stuk. Als eerste, deze heb ik jullie al heel veel aangeraden. Dit zijn de dikkere, beetje soft touch elastiekjes. Dit is een mega aanrader als je lang of dik haar hebt. Voor mij in elk geval werken ze perfect. Ik heb best wel vaak moeite dat stiekjes niet mijn hele haar kunnen dragen. En dat het dan heel zwaar wordt en vervelend. Maar deze zijn echt super sterk. Dus voor mij persoonlijk werken ze echt heel erg chill. Zijn dus wel wat aan de duurdere kant, vind ik. Want je krijgt maar 5 elastiekjes in. Maar is het 100% waard als je datzelfde probleem hebt. Dus deze kan ik heel erg aanraden. Hebben ze in deze zwarte kleur, maar ook in een paar regenboogkleur opties. Als je meer zin hebt in kleur in je leven. En dan ook, normaal koop ik deze bij de Primark. Maar de laatste keer had ik elastiekjes nodig. En toen werd ik afgeleid dat ze regenboogopties hadden. En toen had ik niet mijn standaard optie gekocht. Dus ik heb ze nu maar eventjes meegenomen van de Action. Zijn ze wel iets duurder dan de Primark. Maar hierin krijg je 20 elastiekjes. Die zijn degene zonder zo'n stom metalen sluiting. Dus dat is beter voor je haar. Niet heel spannend, maar deze gebruik ik vaak als twee staartjes of knotjes of zo in doe. Daarvoor zijn ze helemaal prima. Dus daarvoor deze weer meegenomen. Dan voor 77 cent. En Bambi hier is hier obsessed mee. Ik had namelijk laatst voor dat geld dezelfde van deze meegenomen. Alleen in het blauw. En nu heb ik de roze meegenomen. Want ze heeft er zoveel schik van. En ik dacht, misschien kan dan eentje ook gewoon mee voor naar buiten. Voor dat geld 77 cent. Ja, geen man overboord, zeg maar. En hij overleeft Bambi. Deze zijn echt heel erg sterk. En hij maakt een heel erg leuk geluid. Ik ga het nu doen voor alle kat- en hond-eigenaren. Hier komt hij. Hij maakt een soort, zeg maar, varkentjesachtig piepgeluid. Het is niet standaard piepgeluid, zeg maar. In elk geval voor 77 cent. Bambi heeft er mega veel plezier van. Dus nu de roze variant meegenomen. Dan voor €2,39 heb ik weer de L'Oreal Total Repair 5 Extreme Intense Herstellende Conditioner meegenomen. Dit is de beste conditioner die je naar mijn mening bij een Kruidvat, Ethos en allemaal zulke soort winkels kan vinden. Maar daar zo wordt natuurlijk veel duurder verkocht. Dus ik haal deze altijd bij de Action voor €2,39. Echte aanrader. En ze hebben dus best wel wat Nivea, Dove, L'Oreal. Veel goedkoper. Dus ja, deze kan ik aanraden als je hem nog niet hebt gebruikt. Is echt een hele fijne conditioner. Ik gebruik hem voornamelijk zelf als ik op reis ben en zo. Want daarvoor vind ik ze heel erg fijn. Want ik heb namelijk van die hele grote potten van echt kappersmerken, zeg maar. Want dan is het een stuk voordeliger als je die hele grote koopt. Maar die neem je natuurlijk niet zo makkelijk mee op reis. Dus als we ergens heen gaan of een nachtje blijven slapen of bijvoorbeeld naar Disney een paar dagen, dan neem ik deze altijd mee. Dus daarvoor echt een aanrader. Heel erg fijn product. En dan als laatste een aankoop van Luc. Hij had namelijk onderbroeken meegenomen. Deze zijn van Ziki Man. Dit was het enige printje die ze hadden. Ik moet zeggen, ik ben er persoonlijk niet heel erg fan van. Maar zijn gewoon even budget en heeft hij een paar nieuwe. Nu moet ik wel zeggen, persoonlijk ben ik niet zo fan van de Ziki onderbroeken. Ik weet dat heel veel mensen dat wel zijn. Maar ik heb het zelf, nu moet ik wel zeggen, dat is wel al een hele tijd geleden. Maar toen had ik, ja, 5 jaar geleden of zo, een onderbroekensetje ook gekocht. En die lubberde heel snel uit. Ik ben zelf altijd heel erg fan van Zeeman ondergoed. Maar in elk geval, deze heeft Luc er dus bij gekocht. Die had hij nodig. Dus dat is het laatste wat ik vandaag jullie wil laten zien. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer had geshopt bij de Action. Wat voor video's, wat dingen die we nodig hadden. En gewoon een paar leuke fun aankopen. Ik hoop heel, heel erg dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Ik vond het in elk geval weer heel erg leuk om deze video te maken. En de gekochte items met jullie te delen. En ik ben natuurlijk ook weer super dankbaar dat YFood met me wilde samenwerken. Het linkje en de kortingscode staat hier beneden in de beschrijving.
beschrijving, mocht je interesse in hebben. Niet alleen krijg je dan een heel lekker product, daarnaast help je mij er ook nog eens mee. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media, wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn. Als je bij me opvalt en wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!